Nou, ik sta hier voor ons pand in Maastricht, het pand van het Leger des Heils. Dit is een inloopcentrum waar mensen zomaar binnenkomen lopen voor een bakje koffie of voor tweedehands kleding. Meestal mensen die eigenlijk niet echt meer trekken in de samenleving. Die thuis zitten omdat ze werkloos zijn of omdat ze afgekeurd zijn. Of eigenlijk ja, heel vaak ook gewoon eenzame mensen. En het is zo geweldig als je dan hen echt mag helpen om aandacht te geven, om liefde te geven, om in de naam van Jezus gewoon een bak koffie met ze te drinken en hun verhaal te horen. En je ziet ze opknappen. Je ziet hoe ze weer anders naar buiten lopen als dat ze binnengekomen zijn. Eigenlijk is het belangrijkste werk wat we hier doen is mensen serieus nemen. Echte aandacht, echte liefde. En je krijgt daar ook weer heel veel voor terug. Eerlijk gezegd is dit voor mij, ik ben nu 25 jaar predikant, maar is dit voor mij een van de beste leerscholen die ik ooit heb gehad. Als het gaat om mensen van hart tot hart ontmoeten en zien hoe God die ontmoetingen gebruikt om ook iets van hem bekend te maken.